De bal die van Dylan Bezaaien op Sifjon Djababu. En wat doet hij dit ook prachtig. 1 tegen 0 voor Hoogeveen. Prima bal ook van Dylan Bezaaien. En kijk dan hoe Djababu dit doet. Schept die bal over het doelman Geertsema heen. Natuurlijk onze eigen Ronaldo achter de bal. Jesse de Haas, ja hoor. Fantastisch doelpunt van Jesse de Haas. Terug van een lange blessure. Ja, had natuurlijk alle tijd de afgelopen periode om daarvan te herstellen. Maar wat schiet hij die bal prachtig in het net. Kjeld Engbus probeert het maar eens. Oh, wat doet hij dat fantastisch. Zit de doelman te ver voor zijn doel staan. En probeert het dan maar eens even van de eigen helft. Wat een wereldgoal van Kjeld Engbus. Hij die vorige week zei dat hij het geen stunt zou vinden als er van Dovo gewonnen werd. Nou, hij voegt de daad bij het woord. Wat een fantastische treffer. Jan ter Kater legt die bal prima terug op Jesse de Haas. En wat doet die? Ho, 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 wat weer een fantastisch doelpunt van Jesse de Haas. Afgelopen zaterdag scoorde hij ook al op weergeloze wijze tegen Delersvaart. Ja, en deze is misschien nog wel mooier. Jesse de Haas. Ja, door de week gewoon live te zien bij de wasbeer. Dus wilt u uw auto nog laten wassen? Gewoon even naar de buitenvaart gaan, naar de wasbeer. En dan ziet u Jesse gewoon ook daar live in actie. Finn van Kommer. Vindt dan Martijn Drenthe. Oh, wat doet hij dat prachtig. En dan is het 0 tegen 2. Kijk nog eens hoe hij dat doet. Achter het standbeen langs. Speelt zichzelf vrij. Ja, fantastisch. Komt de bal bij Sander van Veen. Oh, wat draait hij snel en wat doet hij dit fantastisch. Geweldig doelpunt van Sander van Veen. Kijk nog eens. Draait snel weg bij zijn tegenstander. En scoort op fantastische wijze.